Katrien en Mark, 25 jaar de Kotsmadam. Proficiat! Ja, dankjewel. Ja, wat doet dat met jullie? Dat is verschieten, hè? Nee, dat is niet waar. Nee, het is dubbel, hè? Het is dubbel omdat je ouder wordt, natuurlijk, hè? En dat op zich is nooit prettig. Maar het is leuk om te ontdekken dat zoiets kan. Het is de langstlopende serie ooit in Vlaanderen. Wat is jullie geheim? Ik denk, je hoort dat in de straat wanneer mensen je aanspreken. Dat het vooral herkenbaar blijft. Dat is een vies woord geworden vandaag de dag. Maar die zeggen van ja, er gebeuren zaken. Het uiteraard niet zo exuberant. Maar er gebeuren zaken in de Kotsmadam die thuis ook gebeuren. Wat is nu iets wat jullie zelf zouden zeggen van, dat willen we misschien ook nog eens spelen? Ja, we zijn nog niet echt gescheiden, hè, in de reeks. Kan ook, moet terug goed komen natuurlijk, hè, maar stel... Wat u zegt, hè, moet dat goed komen? Ah, dan is dat niet gedaan. Maar, ah, ja, maar jij kunt iemand anders leren kennen. Maar jij ook, natuurlijk. En ik ook, ja. Allee, stel dat jij zo, weet wat, zo een... Maar ik zou gaan voor het jongere model van u. Jullie kennen elkaar natuurlijk ook al super lang. Ja, wat ik me dan afvraag, zijn jullie elkaar soms een beetje beu gezien of nog altijd niet? Maar er zit wat tijd tussen, zodanig dat als we opnieuw samenkomen, dat dat toch weer nieuw, alleen, ja, fris blijft. Mijn antwoord is ja. Hebben jullie vroeger zelf op kot gezeten? Nee, en ik denk dat dat voor mij de redding was. Zeker in die beginjaren. Dus je begint daaraan, zoals Jean begonnen is met dat snoephuisje en die studentenkamers. Ik kende daar niks van, ik heb dat nooit meegemaakt. Ik had er wel een fantasie bij. En het is die fantasie die ik meegenomen heb in dat gegeven. Hoe lang gaan jullie nog door? Oh, nog een jaar of 10. Ben je nou afgesloten?